Hi, welkom bij Milo. Vandaag gaan we het hebben over de bird dog. De bird dog is een rompstijfheidsoefening waarbij we willen dat we veel beweging hebben vanuit de schouder en vanuit de heup en beweging vanuit de romp tegenhouden. Ik ga met je de veelgemaakte fouten doornemen en je daarna de perfecte techniek aanleren. Er zijn veel verschillende versies van deze fouten en vaak ook combinaties van, maar we letten even op twee gebieden. De eerste veelgemaakte fout is op het moment dat de armen gaan bewegen, beweegt de onderrug mee. Romana gaat strekken, de onderrug gaat hol. Romana gaat buigen en de onderrug gaat ook bol. Dit willen we absoluut niet zien. We willen namelijk beweging vanuit de armen en vanuit de benen zonder beweging in de romp. Dat is de essentie van de oefening. Tweede wat we zien is, we moeten respecteren dat de heup en de schouder een bepaalde kanteling aankunnen voordat de wervelkolom mee gaat bewegen. Dus Romana gaat strekken. Tot dit punt kan het nog wel, maar als ze nu de arm en been nog hoger gaat brengen, dan gaat de onderrug ook mee bewegen. Dat kan niet anders. Nou, voor deze twee veelgemaakte fouten geef ik je nu de oplossing. Oké, dan de startpositie. We brengen de handen en de schouders en de knieën en de heupen in één lijn. Wat we daarna gaan doen is, we brengen de nek in een actieve positie en maken hem een beetje lang. Ze duwt actief in de grond. Daarmee krijg je een beetje bolling van de bovenrug. En ze kantelt de bekken naar een neutrale positie. Nou, wat bij de bird dog heel erg lastig is, is dat zij nu niet heel goed kan voelen of ze in die goede positie zit. We kunnen de handen en de knieën en het duwen en de nek kunnen we allemaal voelen. Maar ze weet niet wat de rugpositie is. Een kleine tip daarbij is, je kan een PVC-pijp of een stok gebruiken. Die plaatsen we hier neer en bij Romana zien haar nek mag wel wat, haar hoofd mag wel wat laag. Wat ik wil, is dat ze contact heeft op de heup, tussen de schouderbladen en op haar hoofd. En op deze manier heeft ze dan een neutrale positie. Vanuit de startpositie gaan we werken. De startpositie hebben we. We gaan nu aan het werk. Belangrijk om te onthouden, de opdracht bij de bird dog is, we houden de romp in dezelfde positie. We gaan zoveel mogelijk beweging creëren vanuit de heupen en de schouders. We willen dat dus waarborgen gedurende de hele beweging. Het probleem is dat als we gaan bewegen met de armen en de benen, dat veelal de romp meegaat. Dus we beginnen heel klein. Wat Romana gaat doen is, ze begint bij de armen. En ze heeft nu evenredig veel druk over beide armen, ongeveer een kilo. Wat ze gaat doen is, ze gaat nu de linkerarm 500 gram lichter maken. En wat je ziet, de hand gaat een klein beetje boven de grond zweven. Dat is het enige wat we doen. Vanuit de benen kunnen we ook beginnen heel klein. Ze strekt haar benen achter, maar ze plaatst de teen wel op de grond. Wat ze vanaf hier gaat doen, ze houdt die omspanning, ze tilt de hak heel lichtjes op. Dus ook hier weer hebben we het over een klein beetje druk. Laat maar weer terug. Wat we met deze startoefening waarborgen, is dat we leren het verschil voelen tussen spanning in de romp en in de ledemaat. Vanaf hier kunnen we het groter maken. We beginnen alleen met de armen. Ze strekt nu één arm naar voren. En zoals je ziet, ze pakt de schouderflexie zo ver ze kan zonder de romp te bewegen. Dan gaan we één been. Bij been is het belangrijk, we duwen de hak naar achteren. Wat hierbij heel erg kan helpen is, visualiseer dat er een kartonnen doos achter je staat en die duw je zachtjes weg. We willen dus niet per se een beweging omhoog, maar alleen maar naar achter. Als we deze goed kunnen beheersen, nogmaals met die neutrale positie, dan gaan we naar een gecombineerde beweging. Ze gaat nu schuin over, arm en een been strekken. Wat je bij Romana heel goed ziet, is ze ademt door terwijl ze de oefening doet. Dus het is neus in ademen. Op het moment dat ze naar voren gaat, blaast ze uit en ze behoudt die positie gedurende de hele beweging. Zo kunnen we de bird dog opbouwen. Begin dus klein, bouw uit en zorg ervoor dat we geen beweging erom zien, terwijl we wel beweging zien in de ledemaat. Samen met de deadbug, de side plank en de pelvic press is de bird dog een van de belangrijkste oefeningen voor het trainen van rompstijfheid. Voor al deze oefeningen hebben wij video's op ons YouTube kanaal, dus ga daar naartoe en doe er je voordeel mee.